Linda de Mol heeft altijd al een voorliefde gehad voor lekker eten, maar dat heeft haar ook een stuk zelfacceptatie gekost. Jarenlang droomde ze van een perfect slank figuur, maar inmiddels heeft ze dat ideaalbeeld achter zich gelaten. Lang droomde ik van een gespierd, superslank lichaam dat in elke designer's outfit zou passen. Een minicontje en een wespetaille onthult Linda in haar eigen blad Linda. Het resultaat? Geen minicontje, maar wel een leven vol lekker eten. Linda haalt tegenwoordig haar neus op voor de diëten van Hollywoodsterren. Als ik de afgetrainde lijfjes van generatiegenoten als Demi Moore, Jennifer Aniston en Nicole Kidman zie, denk ik, ach lieverd, wat jij toch allemaal hebt moeten laten staan om er zo uit te zien. Ze heeft vooral medelijden met Jennifer Aniston, die bekend staat om haar minimalistische dieet. De beroemde salade met bulgur en komkommer van Jennifer is heus lekker, maar zij eet hem, naar eigen zeggen, zeker vijf keer per week. Dan komt die bulger toch je oren uit. Maar niet alles wat Linda proeft valt in de smaak. Tijdens een reis naar Azië had ze ooit per ongeluk iets dat ze liever was vergeten. Sinds ik in Azië per ongeluk gegrilde kippenanen heb gegeten, niet lekker bij way, kijk ik met Google Translate wat ik bestel als er geen duidelijke vertaling bij staat. Hoe dat smaakte? Het smaakte toch echt naar kak. Eten is voor Linda veel meer dan een noodzakelijke brandstof. Het is de reden waarom ze ochtends opstaat. Letterlijk, mensen die eten niet belangrijk vinden, snap ik eigenlijk niet, geeft ze toe. Zelfs op de set van haar series draait alles om de catering. Bij een nieuwe serie vraag ik altijd eerst wie gaat de catering doen. Dat is belangrijker dan wie de cameraman wordt. Ze onthult zelfs dat de crew haar ochtends al vraagt wat er voorlans op het menu staat. Linda weet het antwoord dan stevast, gebakken krielaardappeltjes, aubergine met tahin, kip met citroenrasp, veldsla en een stukje walnotentaart toe. Want als er iets is waar Linda echt naar uitkijkt, is het die lunch. De boodschap van Linda? Geen bulger en komkommersalade, maar een bourgondisch leven waar genieten centraal staat. Wat is het leven zonder een goed bord eten? Voor haar duidelijk niets. Terwijl Hollywood zich uithongert voor die eeuwige wespetaaien, kiest Linda voor een rijk gevulde tafel en een goed stuk taart.